Tijmen Wildeboer, Almere City FC speelt met 0-0 gelijk tegen Telstar in eigen huis. Jouw basisdebuut in het eerste elftal. Hoe kijk je terug op je basisdebuut? Ja, het was een goede wedstrijd. Het is teleurgesteld dat we niet hebben kunnen winnen. Want we waren gewoon de hele wedstrijd bovenliggende partij. We hebben echt niks weggegeven en zelf veel gecreëerd. Zelf ook nog een kansje die op de paal ging. Dus wou wel dat er niet in is gegaan. Maar op zich wel tevreden. Wel gewoon laten zien. Wel de stijgende lijn die we doortrekken. Ja. Waar zit het hem dan in dat het net niet lukt? Is daar een verklaring voor? Ja, ik weet het zelf niet precies. Het is een beetje, het zit gewoon net niet mee. We hebben twee keer de paal geraakt. Echt veel kansjes gehad. Veel in de 16 geweest. Maar ja, we konden niet echt de trekker overhalen nog. Nee. Dus, toch. Ja. Is er wel een zekere progressie te zien de laatste week? In ieder geval, dat is vanaf de zijlijn te zien. Ervaar jij dat ook zo? Ja, 100%. Zeker die laatste wedstrijd tegen de Graafschap, die we dan net verloren. Waren we ook de bovenliggende partij. En dan nu weer echt niks weggegeven. En helaas zelf niet gescoord. Dus dat zie ik zeker, ja. Is dat ook het proces waar je als team in zit natuurlijk? Hè? Nieuwe trainer. Min of meer letterlijk vanaf de grond beginnen. Ja, nee, tuurlijk. Ja. Je zag de eerste wedstrijden waren gewoon matig, slecht. En we hebben ons gewoon goed herpakt. Je ziet echt dat het beter gaat, dat we beter samenwerken. Dat er een duidelijk plan is waar we aan werken. Ja. Dus ik denk dat we dat, als we dat doortrekken, echt resultaten kunnen halen. Nou, hoe fijn was het voor jou om vandaag vanaf het begin erin te staan? Ja, dat was heel fijn natuurlijk. Ik wist natuurlijk al van de week dat ik basis zou beginnen, maar het is natuurlijk heel lekker. En dan ook weer dat de fans terug zijn, de supporters, dus dat is echt... Echt top, ja. Heb je nog anders naar dit duel daarom ook toegeleefd? Was dat nog bijzonder op een bepaalde manier? Ja, het is altijd wel anders om in de basis te beginnen dan op de bank. Maar in principe doe ik gewoon mijn ding door de week. En misschien wat meer tactisch mee bezig, maar in principe doe ik gewoon altijd mijn eigen ding. Ja. Nou, wat neem je mee van deze wedstrijd richting als we dit gewoon doortrekken, gewoon verdedigend zo goed staan, de druk er goed op kunnen houden en de kansjes wel gaan afmaken. Dan heb ik echt vertrouwen in dat we nog een mooie seizoen zelf kunnen hebben. Ja, dankjewel. Veel succes. Yes, dankjewel.